En als we losgaan, gezouten. Even een beetje zo lekker uit dat zakje en de rest neem ik zelf mee. Leuk dat je weer kijkt naar een video van Chicks Love Food. Elise en normaal gesproken Nina, maar die is helaas met verlof. Dus ik doe het vandaag alleen. Een hele leuke video waarin ik je 20 gezonde tussendoortjes geef. Gezond of ongezond, wij weten het niet, want we zijn geen voedingsdeskundigen. Maar met een beetje gezond verstand kan je zelf wel bepalen wat gezond is. Als je van deze tussendoortjes 20 stuks gaat eten, dan is het uiteraard niet meer gezond. Komen ze aan. Wat Nina en ik het vaakst als tussendoortje eten, is een handvol gemengde noten. Ongezouten. En als we losgaan, gezouten. Gedroogd fruit, waarbij het gedroogde mango echt mijn favo is. Abrikozen kan bijvoorbeeld ook, of pruimen, maar mango vind ik echt heel lekker. Als je nou gek bent op gedroogd fruit, maar je bent echt een zoete kou, dan moet je eens gaan voor de medjool dadels. Dat zijn die grote dadels, er zit een pit in. Eet hier niet te veel van, want ze zijn best wel caloriebommetjes. Maar ze zijn wel zodanig zoet dat ze echt de zoete trek stillen. Uiteraard gewoon de good old muesli reep is ook een lekker tussendoortje. Je kan ze heel erg makkelijk zelf maken. We hebben echt verschillende recepten online. Je kan ze natuurlijk ook van een goed biologisch merk kopen. Dan zijn ze misschien gezoet met honing of met rietsuiker. Dat mag best, toch? Ik vind het wel. Ook altijd lekker natuurlijk een bordje gesneden rauwkost. Denk aan komkommertjes, snoeptomaatjes, worteltjes of lekkere stengeltjes selderij. Met bijvoorbeeld de zelfgemaakte hummus. Een van mijn favo's, ontbijtkoek. Zelfgemaakt. Of natuurlijk een bananenbrood. Wat ik vaak doe is dat ik ze tegelijkertijd maak. Dus ik maak en een bananenbrood en een ontbijtkoek. Snijd ik in plakjes, doe ik in de vriezer. Kan ik het meenemen als ontbijt of tussendoor. Als je jezelf echt wil verwennen en toch een beetje gezond wil doen, moet je deze appel-havermoutkoeken maken. Die zijn echt zo lekker. Ook een heel lekker baksel wat je gewoon in porties in kunt vriezen. En wat super lekker tussendoortje is, zijn muffins van groenten. Bijvoorbeeld courgette muffins of zoete aardappelmuffins. Als je nou meer een hartige snacker bent en dus zin hebt in een hartig tussendoortje, probeer dan eens onze rijstzoutjes. Die staan in het Meal Planning kookboek. Gemaakt van Bambix. Als je gek bent van Japanse mix, is dat een heel goed alternatief om gewoon een puur zoutje zonder al te rare dingen te maken. Ben je nou zo'n chocoladefreak als ik, maar wil je niet elke dag maar een halve repen gaan eten, maak dan zelf chocoladefudge. Het is natuurlijk niet onwijs gezond, maar het is wel veel verantwoorder. En je bent na één blokje, heb je al best wel een voldaan gevoel. Als je nou dol bent op eierkoeken, die kan je ook zelf maken. Wat ook heel lekker is, als je bijvoorbeeld snel hebt moeten ontbijten, is gewoon een handje granola in een zakje. Om 4 uur even een beetje zo lekker uit dat zakje snaaien. Heerlijk. Ben je nou gek op muesli-repen, maar helemaal niet zo'n bakker? Probeer dan eens no-bake muesli-repen. Je kan daar echt super veel van maken. Je kan ze ook invriezen. En ze zijn gewoon gelijk klaar. Dus als je even een half uurtje over hebt, kun je even die repen maken in de koelkast. En je kan gelijk de deur weer uit. Nina en ik zijn ook gek op rijstwafels. En dan zijn deze maiswafels wel echt een heel lekker tussendoortje. Die zijn lekker knapperig en die hebben toch net iets meer snack-idee dan een gewone rijstwafel. Ik maak ook veel gezonde tussendoortjes voor mijn kindjes. We hebben in het Kidsproof kookboek een hele lijst gemaakt met wat je in de broodtrommel kan meegeven. En dat zijn dus ook allemaal gezonde tussendoortjes. Eén tip daarvan was onder andere zelf popcorn poffen. Dat doe je in een koekenpan met een beetje olie, die korrels en dan pof je dus heel gemakkelijk zelf popcorn. Dan kan je een klein beetje zout of een heel klein beetje rietsuiker of honing toevoegen. En dan heb je een heel happy kind. Ook lekker voor jezelf. Bananenchips, appelchips, kokoschips. Ik heb zo'n broodtrommel verzameld met verschillende vakjes. En dan doe ik één zo'n vakje met wat chipjes. En de rest neem ik zelf mee. Je kan natuurlijk ook hartige chips zelf maken. Met zoete aardappel of biet of pastinaak. In een zakje, lekker mee naar je werk. Natuurlijk is fruit ook een goed tussendoortje. Je kan 's ochtends een stukje fruit nemen, 's middags een stukje fruit. En dan vind ik druiven wel echt het makkelijkste tussendoortje. Die kan je zo, hup, lekker snacken. Ben je nou fan van de zoete koekjes? De carrot cake koekjes zijn ook een prima tussendoortje. Als ik die in mijn tas heb zitten, dan ben ik de hele dag gewoon al zo happy dat ik weet, yes, vanmiddag heb ik dat koekje bij de koffie. Dit waren mijn tips voor gezonde tussendoortjes. Heb jij nou een tussendoortje die ik nog niet heb genoemd? Laat het dan hieronder weten. Kunnen we allemaal inspiratie opdoen. Hoe leuk is dat? Ik zie jou donderdag, nieuwe kookshow. Tot dan. Doei!